gaat het komende jaar allemaal nog blijken. Aanstaande maandag om 10 uur in de raadzaal hier in het stadhuis. Bent u van harte welkom om die zitting van het Centraal Stembureau bij te wonen. En vanaf dat moment zijn de officiële uitspraken tot op stembureauniveau, tot op kandidaatniveau voor iedereen beschikbaar. Wat zie je de komende jaren als je grootste uitdaging? Nou ja, ik heb wel een positief gevoel van dat we komen en dat we komen zeker met meer dan één zetel. Maar ik wil het wel zien eerst. Zien en dan geloven natuurlijk. Ja, het liefst hadden wij natuurlijk meer zetels gehad, maar we zijn wel blij dat we er in elk geval weer één hebben. Want ik zag de aantallen qua stemmen, toen dacht ik, oh jezus, meneer, halen we het net niet. Maar dat hebben we wel gehaald. Maar ik had liever gehad dat de drie grotere partijen een zetel minder hadden gehad. Ja, het liefst nog twee minder. En dat dat beter verdeeld was. Bijvoorbeeld bij Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP. Want ja, je weet, mijn voorkeur, ik heb liever dat de linkse partijen wat sterker zijn. Dus de socialere partijen, tenminste dat vind ik. Bent u tevreden over hoe de uitslagen tot nu toe zijn? Dat was ik niet, maar ik was steeds tevreden. Het gaat de goede kant op met ons. Stabiel, heel erg belangrijk. Dat is natuurlijk een hele mooie slag gemaakt. We moeten nog maar een heel klein stukje. Dat is ook het hele verhaal. En dat is natuurlijk straks heel erg belangrijk. Hoe gaan we de zetels verdelen met elkaar? Met wie gaan we samenwerken? En hoe houden we de kracht erin? Dat is heel belangrijk. Ik ben wel verrast. Girl power? Ja. We got the power. Ja. 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 Hoe staat het ervoor met de PvdA? Nou, tot nu toe hebben we er eentje bij, dus dat ziet er goed uit. Dus je bent zeker tevreden? Ja, ik had drie voorspeld, dus tot op heden is dat zo gebleven. Dus dat zou mooi zijn als het, nou ja, van mij mag het ook vier, maar drie is denk ik reëel. Ja, ik sta bij Hans Buitenweg van GroenLinks. Ja, wat is je mening over deze verkiezingen deze keer? Ja, als ik kijk naar mijn eigen partij... Ja, wel jammer. We hadden graag twee zetels willen houden. En we staan nu op één. Ja, er kan nog iets gebeuren met restzetels. Maar ik vrees heel eerlijk dat we te ver van een restzetel afzitten. Maar goed, you never know. Morgen vroeg of overmorgen zal blijken hoe het precies de verdeling zit. En we hebben er een keer geluk mee gehad met een restzetel. Dus... Hoe gaat het met deze verkiezingen en hoe kijk je er tegenaan? Nou, het gaat heel goed. De coalitie heeft bijna de meerderheid... Maar we doen het als last in ieder geval heel erg goed met vijf zetels. En ik ben heel benieuwd wat de laatste vier stembureaus gaan betekenen. En ik hoop dat we op vijf blijven en dat last misschien wel naar zes gaat. Dat zou heel erg mooi zijn. Maar de zetels per partij hebben. Voorkeurszetels en dergelijke hebben we daarin niet meegenomen. Dat komt in een veel later stadium. We hebben vanavond voorlopig uitgesproken. Als we nog een uitslag hebben gehad, dan maar de zetels... per partij hebben. Voorkeurszetels en dergelijke hebben we daarin niet meegenomen. Dat komt in een veel later stadium. We hebben vanavond...